What's good, papies en papinnen, we zijn er. Het is 2020. Oh yeah, boy. Ik vind het niet normaal. Ik vind het niet normaal. Mocht je een zagen horen op de achtergrond, dat is mijn buurman die aan het zagen is. Dat is heel vervelend. Ugh. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je weet, mijn naam is Calvijn, ook wel bekend als Calvijn. En zoals jullie weten heb ik een leuk jaar achter de rug. Een bewogen jaar, een bijzonder raar jaar ook. Wat zeg ik allemaal? Ik snap het ook niet meer. Ik heb niks te klagen, ik leef nog, ik ben gezond. Ik heb gewoon leuke dingen kunnen doen, ik ben nog steeds verliefd, ik heb nog steeds een relatie. Eigenlijk heb ik niks te klagen. Het leuke aan 2019 is dat ik aan het begin van 2019 een video maakte en dat was deze video. Precies over een jaar ga ik terugkijken naar deze video en zal ik zien of mijn voorspellingen uit zijn gekomen. En daarin voorspelde ik mijn jaar. Dat heb ik gedaan, eigenlijk maar met één reden, namelijk om nu in 2020, precies een jaar later, terug te kunnen kijken en te kunnen checken of het ook echt gebeurd is of niet. What's good? Jezus, ik ben alleen maar boeren aan het laten. Ik heb een aantal dingen verzameld en bedacht waarvan ik denk dat ze sowieso gaan gebeuren in 2019. Voorspelling nummer 1! Ik was sowieso brak. Echt zo'n brakke stem zo. Voorspelling nummer 1. 2019 gaat het laatste jaar zijn waarop Fortnite nog epic is. 2019, het laatste jaar dat Fortnite nog epic is. Nou, ik zal je vertellen, ik heb het al heel lang niet meer gespeeld. Ik denk vorig jaar rond dit tijdstip maakte Royalistic alleen maar Fortnite dingen of gaming dingen. En tegenwoordig zie je toch dat hij met auto's dingen doet, met trickshots dingen doet, collabs doet. Allemaal, en na 5 dagen zie ik weer een Fortnite potje. Oké, ik denk dat Fortnite wat minder groot is dan dat het was. Maar het is nog steeds wel papi. Voorspelling nummer 2 is dat ik en mijn vriendinnetje nog steeds samen zijn. Stel dat we wel uit elkaar zijn, dan kijk ik dit nu terug in 2020 en dan denk ik ik kan jullie vertellen, we zijn nog steeds bij elkaar. Wauw. Nina, kom even binnen. Oké, ze is er niet. Dus, één goede voorspelling. Lekker, Kelvin. Nee, ik ben gewoon zo gelukkig met die vrouw. Ik ben nog steeds gelukkig met die vrouw, kan ik je vertellen. Voorspelling nummer 3. Ik heb 1,5 miljoen abonnees. Vorig jaar zei... Oké, kut. Ik heb ook content op de plank liggen waarvan ik zeker weet dat het ervoor gaat zorgen dat er fucking veel nieuwe Calfam members bijkomen. Dat is wel waar. Ik heb wel goede content geleverd dit jaar, vind ik zelf. Nee, man. Maar die 1,5 miljoen, dat... Nummer 4. Ik heb 1 miljoen volgers op Instagram. Dat betekent dat er ongeveer 300.000 bij moeten. Ik ga mijn best doen. 1 miljoen volgers op Instagram. Even kijken. So close. Jezus, ik ben alleen maar aan het boerenpikken vandaag. Ik moet wel zeggen, ik heb wel bijna 300.000 volgers erbij. Dus op zich, weet je, er zijn ergere dingen in de wereld. Maar die 1 miljoen, ik was weer te ambitieus. Voorspelling nummer 5 is dat ik een huis heb gekocht. Ik weet niet wat voor huis. Ik weet niet of het een hutje op de hei is. Of dat het een penthouse is bovenop een flatgebouw in Amsterdam. Dat weet ik niet. Maar Kelvin uit de toekomst, laat heel even je huis zien. Tada! Tada! Dit is de Osso. Ik zeg je eerlijk... Dit is de Osso, man. Ik zeg je eerlijk. Jij neukt ook niet, geloof ik. Ja, dat had ik wel als doel. En het is gelukt, boys. Voorspelling nummer 6. Mijn poezen leven nog. Allebei. Loortje en Otje. Ik denk het wel. Ik moet jullie helaas mededelen. Jullie hebben Otje en Loortje misschien al een tijdje niet meer gezien. Zijn dood. Een goed afscheid helpt je verder. En dat is gek, hè? Hey Otti, jij leeft nog, hè, knappe poes? Lekker poesie van me. Hey, lekker ding. Oh, wat een knap poesie is dit. Met andere woorden, ze leven nog. Mijn kapsel is anders dan dat het nu is. Ik heb nu wel een ander kapsel, maar ik heb er nu ook niks in. Dus dit is natuurlijk wel echt fucking triest. Man, word je niet vrolijk van. Maar goed, Steven de Vries vond het wel mooi. Dus, Ik denk dat ik een liedje heb gemaakt met een grote Nederlandse artiest. Met een Marco Borsato of gewoon een kraantje papi, maar mij niet uit. Geen Marco Borsato. Wel de kast. Het zijn wel grote artiesten geweest, ooit. 30 jaar geleden. Maar hè, het is toch een beetje uitgekomen. Spelling nummer 11. Ik drink sowieso nog steeds alcohol. Dat kan niet anders. Waarschijnlijk ben je nu bier aan het drinken, Kelvin. Ja, ik vind het zo toevallig, ik was net bier aan het drinken. Ik moet wel zeggen, ik drink wel steeds meer 0.0. Nummer 12, ik gebruik nog steeds geen drugs. Dat doe ik niet, dat gebruik ik niet, dat is niet mijn ding. Ik ben niet die guy die dat doet en het is prima als je dat wel doet, want ik ken genoeg mensen die het doen en het hoort er ook een beetje bij schijnbaar, maar ik doe het niet. Ah.
Wat zei ik nou precies? Geintje! Ik gebruik nog steeds. Het is gewoon poedersuiker. Was poedersuiker. Wel lekker. Wel lekker spul. Ik heb niet echt gesnoven trouwens. Dat doe ik niet aan. Maar ik kan jullie vertellen, ik gebruik nog steeds geen drugs. Geen behoefte aan. Nummer 13. Ik ben in New York geweest. Kelvin, als je niet in New York bent geweest, dan doe je echt iets verkeerd. Ik bedoel, je lijst heet. Ik ben niet in New York geweest. Godverdomme. Die staat bovenaan mijn lijst van plekken waar ik nog naartoe wil. En als je er niet bent geweest, dan stel me dat diep teleur. Ik heb mezelf teleurgesteld uit het verleden. Nou. Sorry Kel, fuck it. Dit jaar gaan we naar New York, oké? Okay? Ik heb sowieso 3 programma's gemaakt waar ik super trots op ben. Ik ga 3 plaatjes in beeld laten zien die de formats representen. Dus dit zijn de symbolen. Ja, de eerste is Gekkenwerk. Gekkenwerk hebben we weer gemaakt en boah, wat was het een seizoenpik. Gekkenwerk. Dit was helemaal kut. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. De tweede is kun je doen alsof, want een tasje van werk hebben we ook gemaakt. Tand doet trots op. Ja. Hij is net afgestudeerd, klopt dat? Nee. En de derde is iets wat ik niet heb gemaakt. Ik weet ook niet of ik dat ooit nog ga maken. Kijk, soms heb je zo'n idee, dan denk je, ah, het is gruwelijk. Een week later denk je, nou, eigenlijk is het helemaal niet zo tof. Ik heb geen nieuwe huisdieren. Ik heb niet een vis of zo. Ik heb niet een hond ineens. Ik heb geen nieuwe huisdieren. Voorspelling nummer... Klopt! Geen nieuwe huisdieren. Ik denk dat ik deze kleren nooit meer draag. Sterker nog, ik denk dat ik ze inmiddels al heb weggegooid. Ik heb wel bijna alles weggebracht naar het leger des heils, maar deze... Heb ik nog wel steeds. Maar die andere twee, ja, dat is duidelijk. Die zijn weg. Opgerot. Stuk TV heeft Enzo Knol ingehaald qua abonnees. Dat is zo, toch? Stuk TV's abonnees. Enzo Knol's abonnees. It happened. Ik heb een video gemaakt met rapper Shorts. Nog steeds niet gedaan. Hij heeft wel een videoboodschap voor mij ingesproken. Die ging zo. Kelvin, gefeliciteerd met je 23ste verjaardag, want daar komt het op neer. Rapper Shorts, als je kijkt, ik wil nog steeds met jou een video maken. 19. Ik heb opgetreden voor 5000 man. Dat is voor mij persoonlijk. Laten we even kijken. Toi! Wat zei je, Calvin? Hoorde ik nou 5000 man? Of zei je 50.000 man? De missie, alles, let's go, Koningsdag. En dat is niet het enige optreden wat ik heb gedaan. Nee, ik ben steeds vaker aan het optreden, ik vind het fucking leuk. Voorspelling was goed. Ik heb 250 miljoen views op YouTube gehaald. We gaan even naar het kanaaltje. Ik had 180 miljoen views in totaal op mijn kanaal in januari. Ik heb in totaal 265 miljoen views. Het is gelukt! Let's go, man! Enzo Knol heeft een nieuwe vriendin. Heeft Enzo een nieuwe vriendin? Ja, ik weet het niet. Alle Knol Power, Knol Family members, weet ik veel. Zet het even onder deze video. Heeft Enzo een nieuwe vriendin of niet? Ik weet het niet. Volgens mij niet officieel. Volgens mij is het niet officieel. 22. Ik ben nog steeds kerngezond. Nog steeds zo deze moves kunnen maken zonder mijn arm uit de kom te... Ah. En wat broer, ik ben nog steeds kerngezond. Ik zeg je eerlijk. Ik kan nog steeds deze armbeweging maken zonder mijn arm uit de... Ah. Zonder grap, ik ben nog steeds keer gezond. 24. Ik heb sowieso echt iets heel epics verloren. 2018, jachtse... Expeditie Robinson. I fail. Ik ben gewoon dankbaar dat ik überhaupt mocht meedoen, weet je wel. Ik heb sowieso iets gewonnen, iets epics. Gouden plaat, motherfuckers. Ook heeft sowieso een YouTuber in Nederland weer een film gemaakt. Net als Dylan Hagen. Er moet iemand zijn van Formaat of Enzo of Gio of ikke. Ik heb geen idee. Ik ben niet van plan om een film te maken. En toch heb ik het gedaan. Yep, en daar was ineens mijn bioscoopfilm. Bij mezelf zag ik hem echt niet aankomen. Bij Gio, en Gio heeft het ook gedaan, dus dat zag ik ook. Letterlijk zeg ik ook Gio, dus wat dat betreft had ik het bij het goede eind. Maar mezelf... Ik heb 3 nieuwe tatoeages. Ik heb 1 nieuwe tatoeage, dat is deze. De ja. Dus het was geen tatoeagejaar voor mij, het was een rustig tattoojaar. Ik heb sowieso weer een episch verjaardagsfeest gegeven, dat kan niet anders. Ik heb geen verjaardagsfeest gegeven, boys. Alleen Nina heeft een verjaardagsfeest gegeven. En dat ging zo. Ik ga sowieso weer op de foto met een vrouw waarvan ik nooit zou denken dat ik er ooit mee op de foto zou staan. Nou, kijk, het is geen Duitse cruise, maar het is wel de mooiste vrouw ter wereld. Ik bedoel deze. Ja. Dus ja, het is wel een beetje, ja, wel een klein beetje gelukt. Ja. Ik heb sowieso een videoclip gemaakt met dieren erin. Ja, dat heb ik gedaan. Expeditie! Wij zijn niet te stoppen als we doorgaan tot het einde. Een fucking slang. En er waren vogels, spinnen en shit. Er waren nog andere beesten die niet meewerkten, maar dat maakt niet uit. Ik ben van mezelf onder de indruk. Dylan Hagens en Marit zijn sowieso nog bij elkaar. True, ze gaan zelfs trouwen. Ik wens jullie alle geluk en de liefde. Jullie blijven volgens mij voor altijd bij elkaar. Gefeliciteerd met jullie huwelijk en wat er allemaal bij komt kijken. Succes ook. I love you. Ik ben nog geen miljonair. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik ben wel miljonair geworden trouwens dit jaar. Ja. Ja!
Dit even. 1 miljoen, bitch. 41. Al mijn muziek is minimaal 1 miljoen keer bekeken. Als het niet gebeurt, ik lig er niet wakker van. En dat is niet gelukt. Wel bijna, maar niet echt. Naarmate je meer muziek uitbrengt, dan ga je hits bouwen. Maar dan maak je soms ook eentje die wat minder is. Maar is niet erg. Ik ben geen 1 miljoen, man. Tering. Ik ben nog geen vader. Laat het alsjeblieft waar zijn. Ik was bijna vader. Te smikkelen. Lekker, Guy. Kijk eens wie daar is. Abonneer op mijn kanaal, dat zou ik enorm waarderen. Dan kom ik misschien wel bij de 1,5 miljoen abonnees dit jaar. Het zou wel leuk zijn. Nou, bedankt, de groeten.